Goedemiddag. Welkom terug aan boord van Dulce Bella. Het is woensdag. Het is de dag na Tweede Pinksterdag, mei 2015. En Dulce Bella doet waar ze best in is. En dat is vaar op open water. En de kustwacht die wij op dit moment ontvangen is Belfast Coast Guard. En die issued a strong gale warning for small craft uit. Nou, dat komt wel uit. We hebben een tweede rit erin. Het gekletter wat u hoort, dat is de onophoudelijk neerstaande regen. We hebben een klein stokje opstaan. Want Dulce Bella had er zo'n zin in dat ze met 5-6 knopen eroverheen denderde. En daar we in een klein gezelschap zijn, is het natuurlijk leuk. Nou, wat we hier zien, dat zijn een beetje de grijze golven van de Sound of Jura. En aan het einde net opgelopen, want we hebben de snelheid er even uitgehaald. Na 2,5 knoop is Cruiser Malmok. Aan boord van Cruiser Malmok. Dan filmpje maken aan boord van Dulce Bella. En dan even de koffie bijkloppen en de stroopkoeken verorberen. De barometer is behoorlijk gedaald. En achter ons in de verte zouden er nog twee kleine zeiltjes te zien moeten zijn. En die zijn er ook. Maar wellicht voor de kijker niet. Coaster Matier, volgens mij ook een bakboord. En Whisper of Chenaar over het stuurboord. Bella heeft er zin in. En de baas ook. We hebben kunnen genieten van een heerlijke paar inslingerdagen te water gegaan. Een Loch Sween. Prachtig loch. Aan de westkust van Schotland. En na een paar dagen in slingeren zijn we nu eigenlijk op weg. Dat is een impressie van. Dit was Bella